Goedenavond. In het kort de belangrijkste nieuwsfeiten van dit moment. De rampencoördinator van Katrina is vervangen. Mubarak wint de Egyptische verkiezingen. De brandstofprijzen gaan niet omlaag en het kookgebruik in Nederland neemt toe. De directeur van de Amerikaanse rampenbestrijdingsorganisatie FEMA is naar huis gestuurd. Michael Brown mag niet langer de hulpverlening coördineren in het zuiden van de Verenigde Staten. Zijn organisatie ligt zwaar onder vuur vanwege het chaotische verloop van de hulpoperatie na de orkaan Katrina. Waarschijnlijk is het aantal doden toch niet zo hoog als werd gevreesd. De burgemeester van New Orleans sprak eerder over mogelijk 10.000 doden. Nu, na de eerste zoektochten naar lijken in de stad, stellen de autoriteiten dat het aantal doden wel eens lager zou kunnen uitpakken. President Mubarak van Egypte is voor de vijfde achtereenvolgende keer gekozen als president. Hij kreeg bij de verkiezingen van afgelopen woensdag bijna 90% van de stemmen. Voor het eerst waren er ook tegenkandidaten, maar vooraf was al duidelijk dat hij weinig kans maakte. De opkomst was laag. Slechts 23% van de geregistreerde kiezers kwam opdagen. Dat was trouwens wel meer dan bij eerdere verkiezingen. De accijns op benzine en diesel gaat niet omlaag om zo de hoge brandstofprijzen te verzachten. Dat hebben de ministers van Financiën van de 12 eurolanden besloten, ondanks aangekondigde wegblokkades van vrachtwagenchauffeurs. Afzonderlijke lidstaten mogen wel bepaalde groepen compenseren voor de hoge kosten. Als reactie heeft premier Balkenende toegezegd dat er extra koopkrachtmaatregelen zullen komen als de olieprijs blijft stijgen. Het gebruik van cocaïne in cafés en discotheken is de afgelopen jaren fors toegenomen en het is de populairste drug van dit moment. Dat concluderen onderzoekers van het Criminologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. De trend begon eind jaren 90 in Amsterdam, maar heeft zich ondertussen over het hele land verspreid. Cocaïne lijkt zelfs meer gebruikt te worden dan ecstasy, de drug die de afgelopen 15 jaar het meest populair was. En dat was het. Om 11:50 is er een uitgebreid journaal op Nederland 2. Een fijne avond verder.